Maar welkom allemaal op dit bijzondere moment. De start van een nieuwe serie bijeenkomsten in dit kerkje. Kerkje Bergmanstraat van de Vier Apostelen. Mijn naam is Kees Donkers, gemeente Eindhoven. Ik ben stedenbouwkundige en mag ook coördinator zijn van de convenanten met de kennisinstellingen. We noemen dat E+. E+ staat Eindhoven, de E van Eindhoven, de plus van de synergie die we verwachten van het samenwerken met kennisinstellingen. Zoals de Design Academy, de universiteit, faculteit bouwkunde en faculteit industrial design, die alle drie vandaag hier verenigd zijn. Het doel van deze bijeenkomst is eigenlijk om in de toekomst dit vaker te gaan doen met deze drie bloedgroepen van studenten, zal ik maar zeggen, en vooral ook met mensen uit de buurt. Het is de bedoeling dat we met deze activiteiten in de stad merken dat er, punt 1, universiteit is, een academie is en dat studenten werken aan de stad. De stad gebruiken als laboratorium. We willen als gemeente daar ook ons voordeel mee doen dat onderwerpen die in de stad spelen, die actueel zijn, dat we die als studievragen weg kunnen zetten en dat de opleidingen komen met antwoorden daarop en dat we daar als stad ons voordeel mee kunnen doen. Dus dat we de stad bijstellen, bijwerken, bijschaven aan de hand van die voorstellen die van jonge mensen komen, van de nieuwe generatie waar die stad ook voor bedoeld is. Misschien een lang verhaal, misschien wat theoretisch, maar het is wel de achterliggende gedachte van dit soort bijeenkomsten. De eerste keer dus vanavond, Witte Geit heet het. Echt Brabants, hè? Het is een beetje geuzentaal geworden. De PSV gebruiken ze boeren. Er zijn cabaretiers die ook daar hun eigen opvatting over hebben. Een beetje in dat verlengde denk ik dat Witte Geit gedacht moet worden. Vanavond hebben we als thema buitenspelen. Tussen aanhalingstekens. Je kunt er van alles bij denken. Er is een heel mooi artikel verschenen van Mathieu Wegeman, dat heet Screenagers. Bedoeld om aan te geven dat waar wij vroeger teenagers waren, nu kinderen opgroeien met een beeldscherm wat rechthoekig is. Binnen zitten, niet meer buiten spelen. Een beetje dikker worden, frietjes eten, afijn. Allerlei dingen die erbij horen. Het idee is dat we dat begrip van screenagers weer teruggaan, misschien naar teenagers. Dat is een beetje de achterliggende gedachte van het onderwerp van vanavond. Marlies Romer, bekend op dat fenomeen, boeken geschreven, is hier vanavond als onze gast. Ik ben ontzettend blij dat ze het heeft willen doen. Heeft ontzettend druk bureau, bestaan en ook nog een gezin. En toch nog bereid om dit moment hier te zijn. Dus heel erg blij dat ze dat wil doen. Zij gaat dadelijk de aftrap verzorgen met een inspirerend verhaal om dat onderwerp toe te lichten. En wat los te weken. Dan is vanavond de bedoeling dat we 2 uur daarna, het eerste uur, aan deze tafel met elkaar van gedachten wisselen per tafel over dat onderwerp, tot ideeën komen. In het tweede uur willen we die ideeën weer samenbrengen en tot een soort spetterende samenvatting, zal ik maar zeggen. De meest spetterende ideeën willen we graag eruit lichten aan het eind van de avond, zo rond 1 uur of 10 maximaal, de revue laten passeren. Dat is eigenlijk het idee, een soort cocktail op deze avond van dit onderwerp, van inspirerende bijeenkomst en toelichting tot voorstellen in de praktijk. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. De avond wordt georganiseerd door 3 bloedgroepen van studenten, zal ik gaan zeggen. 3 studieverenigingen ook. En vertegenwoordigers daarvan, Geops van bouwkunde, Lucid van de industrial design faculteit en de apostelen van, ik zal maar zeggen, de academie, van Design Academy. Doe maar. Ze zijn de vertegenwoordigers, zal ik maar zeggen, op dit moment, omdat de academie geen studievereniging heeft. Het zou fijn zijn als dat een keer zou lukken. Het zou super zijn. Ik stel voor dat zij zich even voorstellen hier, heel kort, en even hun achtergrond toelichten en hun betrokkenheid bij deze vraagstelling. Okay, goedenavond allemaal. Ik sta hier namens de Vier Apostelen en ik wil jullie allemaal welkom heten vanavond in de kerk aan de Bergmanstraat. Wij zijn 4 afgestudeerde vormgevers op verschillende gebieden. 2 van de academie in Eindhoven, industrieel vormgeving. Dat ben ik zelf, Nadine Sterk en Lonnie van Rijswijk. Mark Vrolings die zit hier, hij is muzikant en grafisch ontwerper. En Emily Hermans, zij is modeontwerpster, afgestudeerd in het Amsterdam Fashion Institute. Wij wonen en werken hier dus. En daarnaast willen we deze plek ook beschikbaar stellen, zodat er activiteiten zoals dit onder andere hier plaats kunnen vinden. Een betrekkenheid met de buurt willen we daarbij bewerkstelligen. Maar ook, je kan denken aan diverse activiteiten zoals exposities, muzikale evenementen,
broedershows enzovoort. En ik wil het woord geven aan de mensen van de universiteit die mede dit georganiseerd hebben vanavond. Ja, goedenavond. Mijn naam is Kevin Vel. Ik ben van Lucid, de studievereniging van Industrial Design hier op de Technische Universiteit. Ik wil geen heel groot verhaal van wat zijn we goed, wat zijn we geweldig. Ik wil eigenlijk gewoon dat we gaan beginnen en dat we er een vette avond van maken. Dus ik zal het heel erg kort houden. Bellefleur, wil jij ook? We kunnen tenminste gaan beginnen. Marlies, aan jou het woord zou ik zeggen. Die wil je even introduceren wie je bent. Dat mag je best zeggen hoor. Oh, het zijn we goed. Oh, het zijn we geweldig. Ik ben Marlies Romer en ik heb een architectenbureau in Amsterdam. Sinds bijna 25 jaar. Mag dit los of krijg je mij dan niet meer in beeld? Nee hè? Yes. Die zit naar beneden. Even kijken hoe dit werkt. Wie hielp me nou net? Hielp jij me nou net? Oh Jezus. Anders mag je ook die laptop gewoon hier neerzetten hoor. Welke? Oh, die twee is twee. Ja. Nou, dit is mijn kantoor. En dat is een kantoor in Amsterdam aan het IJ. Daar werken we met 25 man in een enorme loft met andere bureaus, ontwerpers, van alles door elkaar. En we maken heel verschillend soort werk. We maken gebouwen in de zorg bijvoorbeeld. Dit is een gebouwtje voor het is een inrichting voor verstandelijk gehandicapten. Het is een gebouw met zelf doorontwikkelde keramische gevelelementen. Die we bij Cor Oenum eigenlijk letterlijk hebben laten kleien door de zwakzinnige zelf. Dan zie je iets van het interieur. Nou, dit is een verbouwing die we net gedaan hebben voor de Rijksgebouwdienst. Een verbouwing van een 60-jarig gebouw. Dit is een woningbouwproject wat ook net opgeleverd is. Daar hebben we de Zuiderkerkprijs net mee gewonnen, met een Albert Heijn eronder en een koffieshop. Woningbouw in 5 huizen, dat is alweer een heel oud project, uit 2000 geloof ik. Nou, het is uit 2003, maar het is iets ouder. Dit is een woningbouwproject in Almere, met een soort stalen lamellen die je open kan zetten en die overdag heel gesloten zijn. En 's avonds keert zich dat om. Maar waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben vandaag is over een stukje van mijn boek. Er stond net een stuk in de krant, in het NRC. Dat ging over spelen op straat. En dit is een project van ons op Borneo Sporenburg, stedenbouwkundig plan van Adriaan Geuze. Nou, ik sta daar zelf toevallig in de deuropening, maar ik woon daar niet. En wat nou zo ontzettend leuk is aan deze foto, vind ik, is dat die mensen eigenlijk die straat gewoon geannexeerd hebben. Het was een hele gewone straat en die is compleet geannexeerd met zandbakken en een soort anarchistische bezetting van die straat. En dat is onder andere waar ik het vanavond over wil hebben, over dat spelen eigenlijk bij de voordeur begint. En ik dacht, ik neem gewoon even de weg van school naar huis. Want nou, dat is voor jullie allemaal denk ik heel dichtbij. En voor de mensen hier in de zaal ook, die hier in de buurt wonen. Iedereen kent de weg van school naar huis. Maar er is ontzettend veel veranderd in de weg van school naar huis. Nou, ik heb een boek geschreven, dat gaat niet alleen daarover. Dat heet Bouwen voor de Next
A Generation. En dat is een boek waar ik eigenlijk jarenlang, sinds ik geloof 1999, allerlei krantenartikelen uit de krant heb uitgescheurd. En dat ging over dikker wordende jeugd, over het feit dat kinderen achter de computer zitten, het feit dat kinderen niet meer op hun achtste zelfstandig kunnen oversteken. En ik dacht, het leek mij zo interessant om mijn architectonische en stedenbouwkundige praktijk, om die daar op te enten en te kijken of ik met die artikelen bijvoorbeeld programma's van eisen kon schrijven. Programma's van eisen voor de directe woonomgeving. En programma's van eisen voor de netwerken in de stad. Dus de, zeg maar de straten, de steden. En dat heb ik gedaan. Ik ben daar dus heel lang mee bezig geweest. En ik dacht, ik hou het vanavond heel simpel. Ik doe gewoon stoepstraat school. Daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. Ik had het nog heel erg leuk gevonden als jullie allemaal zelf nog een plaatje hadden meegenomen. Maar het is geloof ik wel doorgekomen, maar niet helemaal gelukt. En die hadden we dan hier kunnen laten jingelen en daar had ik dan nog op in kunnen spelen. En nou, misschien dat jullie dat alsnog lukt en dat jullie mij dat kunnen mailen. Want ik ben natuurlijk eigenlijk ontzettend benieuwd wat jullie je voorstellen bij spelen op straat, het publiek domein. En nou, dat interesseert me heel erg. De stoep. Nou, dit is dat project. Borneo Sporenburg. En je ziet eigenlijk dat ouders die gaan eigenlijk nauwelijks meer met hun kinderen naar speelplaatsjes zoals in de 50er jaren. Het idee is dus dat die kinderen die heel veel binnen zitten op straat spelen. Maar die ouders hebben het druk. En doordat je een goede overgang maakt van de woning naar de stoep en een brede stoep maakt, zie je eigenlijk dat ouders als vanzelf buiten gaan zitten en dat er altijd wel één met een laptop op schoot zit om de rest in de gaten te houden. En zeg maar zo'n simpele constatering over de directe woonomgeving maakt dus eigenlijk dat zo'n straat als dorp gaat leven. Dus in een stad dat de straat als dorp gaat functioneren en dat je een soort dorpsklimaat krijgt waardoor die kinderen ook weer veel makkelijker buiten komen. Nou, dit ben ik zelf. Ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik ben natuurlijk al heel oud vergeleken bij jullie. Ik speelde gewoon, dit is in Rotterdam, daar ben ik opgegroeid bij Artis, bij Blijdorp, bij de Statenweg. En nou, mijn moeder zat helemaal nergens mee, die werkte bovendien altijd, dus ik speelde gewoon buiten. En in mijn eentje, of met meerdere kinderen. En nou, dat... Het was toen gewoon anders. Je speelde eigenlijk met niks. Je had niet zoveel. Ik had niet zoveel als mijn kinderen nu speelgoed hebben. Veel en veel minder. En wij deden op straat allerlei van dit soort spelletjes. En we lieten onze fantasie overal op los. En wat je nu op dit moment ziet, is dat kinderen, dit is wel een soort leuk artikel uit Vrij Nederland van een tijd geleden, eigenlijk als een soort project zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zat vroeger, maar tegenwoordig moeten ze echt minstens hockeyen, een instrument spelen, allerlei andere dingen doen. En dat gaat op de achterbank van de auto, in de grote steden althans, van hot naar her en weer terug. En het is een enorme verandering met vroeger. En terwijl er toch in de stad helemaal niet zoveel veranderd is ogenschijnlijk, leek het mij dus heel interessant om met dat soort wetenswaardigheden opnieuw naar de stad te kijken. Nou, dit is natuurlijk ook een vrij bekend beeld. Ik hoorde net iets over de screenagers. Nou, hier zit er één. En dat heeft dus een enorm effect op de straat. Het feit dat de straat ook als onveilig wordt gezien. Dit is eigenlijk al een vrij normale situatie in Amsterdam. Een situatie met camerabeveiliging. En nou, dat is voor jullie als ontwerpers, als vormgevers, voor ons als architecten natuurlijk enorm van belang dat je dat dit gebeurt. En ik weet niet, misschien vinden jullie, sommigen van jullie dat wel interessant of zo, maar ik dacht zelf van hoe kan het nou toch zo zijn dat dat de steden er zo uit gaan zien. Dat, daar moeten wij als architecten over nadenken. En nou ja, dat ligt dus heel dicht bij huis, in mijn idee. Dit is ook een nieuw fenomeen. Dan wordt er een opblaaspop op de weg gezet. En dat
kan je ook een heel leuk ontwerp voor maken. Of iets in die richting. En dan is het zo dat de auto's afremmen en dat ouders denken dat kinderen dan redelijk veilig kunnen spelen. Dit gebeurt bij mij om de hoek. Ik woon in Amsterdam. En die hele veiligheidscultuur, die infiltreert natuurlijk ons hele leven. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als je die hang naar veiligheid, het sociale klimaat, die straat als dorp, als je die dikker wordende jeugd, alles bij elkaar, misschien bij elkaar zou kunnen integreren tot een soort ander klimaat, waardoor kinderen bijvoorbeeld in dit geval meer op straat zijn. Ik praat nu trouwens over kinderen hoor, maar het is natuurlijk één deel van de stad. En ik realiseer me dat er nog heel veel groepen zijn die er ook allemaal moeten zijn, maar in dit geval gaat het daarom. Nou, dit is mijn eigen straat. Ik woon in Amsterdam. Dit zijn mijn buren. En bij ons zit altijd wel iemand op straat die... meestal heb je 10 kinderen in huis en de helft van de tijd 0. En dat werkt heel goed, want daardoor zijn ze gewoon altijd buiten. En dit is mijn dochter, die bouwt vlotten aan het eind van de gracht. Hier was ze nog heel jong en daar ging dan een bankstel op en die voeren dan met gevaar voor eigen leven door de gracht. En dat is een ander ding waar ik het met jullie over wil hebben. Die landjes, die plekken die niet aangeharkt zijn, die plekken die kinderen, mensen überhaupt kunnen bezetten, die kan je niet ontwerpen, maar het is wel fijn als ze er zijn. En je kan wel stukken openlaten, waardoor kinderen, maar ook volwassenen, die landjes in kunnen pikken en er een soort levendigheid in de stad ontstaat daarmee. En dat is ook heel belangrijk voor zo'n straat. Dus eigenlijk in plaats van de rust, reinheid en regelmaat waarmee ik zelf ben opgevoed door mijn ouders, roemel, rotzooi en ravage. Dat zou ook een thema kunnen zijn wat heel belangrijk is voor de stad. Want je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam dat krakerspanden die worden opgeheven en die komen in geciviliseerde vorm in Eiburg terug, als soort solids. En dat zijn dingen, daar kan je naar kijken. En dan zou je ook kunnen zeggen, nou, ik laat af en toe stukken open. En dan mogen mensen zelf weten wat ze doen. Nog steeds bij de stoep. En dat gaat natuurlijk om hele kleine kinderen. En tegelijkertijd in het verlengde daarvan is het helemaal niet zo erg, vind ik althans, dat er gewoon plekken zijn onder viaducten op zeg maar verlaten plekken in de stad. Zoals hier een basketbalveld onder een viaduct of een brug, een prachtige brug van Adriaan Geuze op Borneo Sporenburg. Waar kinderen gewoon vanaf kunnen springen. En dat doen ze ook. En dat soort wilde plekken, die zijn natuurlijk waanzinnig belangrijk in een stad. En die geven ook een levendigheid aan de stad. Mensen pikken de stad gewoon zelf in. En ja, dat speelt. Dit is een blok van ons op Eiburg. En daar hebben we ook eigenlijk ergens een basketbalveld in opgenomen. Ook gewoon ergens op een hoek, een terloopse plek. Die stoep die is eigenlijk ook heel erg belangrijk voor het contact tussen verschillende culturen. Dit is hetzelfde project, maar dan aan de andere kant. En daar zie je eigenlijk dat iedereen woont daar en mensen komen elkaar op de stoep toch tegen. Je hoeft de krant maar open te slaan en stukken van Paul Scheffer te lezen. En je leest al dat wij heel goed zijn in keurig naast elkaar leven, maar niet met elkaar leven. En ook die straat als dorp, die zou kunnen bewerkstelligen dat mensen in elk geval op zijn minst van elkaars culturen leren en elkaar tegenkomen. En dat zie je hier eigenlijk ook gebeuren. Op Borneo Sporenburg, daar leeft iedereen door elkaar, omdat die stoep heel breed is en die overgang van de woning naar de stoep ook zodanig vormgegeven met die grote boerderijdeuren die je net misschien zag. Even kijken. Ja, er zijn overal een soort grote boerderijdeuren die je open kan zetten. Die kan je ook half open zetten, daar kan je naar buiten leunen. En er zijn eetkeukens aan de straat en geen parkeerplaatsen. Geen inpandige parkeerplaatsen, daar kom ik zo op. En daardoor is er een soort goede relatie tussen de woning en de stoep mogelijk. En dit soort problemen die spelen natuurlijk. We hebben het allemaal Fitna gezien. En ik pretendeer niet dat ik als architect al die problemen op kan lossen. Maar ik denk wel dat zo'n fenomeen als de straat als dorp op heel veel niveaus, dikker wordende jeugd,
contact tussen mensen onderling ongelooflijk belangrijk kan zijn voor steden. Dit is een project van ons in de Transvaalbuurt in Den Haag. Het is een project van 250 woningen waar ook allerlei culturen naast elkaar wonen. En daar hebben we ook zo'n gedramatiseerde overgang gemaakt tussen de woning en de openbare ruimte. Nou, daar woont alles en iedereen door elkaar. Je ziet dat ook hoe die culturen leven omkeren. Het is op het ogenblik bij de Turkse middenklasse bijvoorbeeld bon ton om juist maar 2 kinderen te hebben en helemaal niet 6. En je ziet daar allerlei veranderingen. Dit is dus in die woningen die jullie net zagen. En Ad van Denderen, een fotograaf, die is een opdracht van ons bureau, is die bij iedereen thuis gaan fotograferen. En nou ja, dit zijn die mensen van allerlei verschillende culturen die daar op een rij wonen. En wij vinden het dus heel erg belangrijk dat die stoep iets meer is dan een rij betontegels met gesloten deuren en ramen daaraan. Dus dat is echt een taak voor ons ontwerpers om te kijken hoe die stoep een meerwaarde zou kunnen hebben. Wat voor het heel leuk is, in Japan zag ik laatst, daar staan een soort fitnessinstrumenten voor ouderen gewoon op de stoep. Daar zie je mensen die zijn dan even aan het fitnessen en die staan gewoon op de stoep. En nou ja, dat betekent dat daar een oudere staat en dan blijft er nog eens een andere oudere naast staan. En een hele andere dimensie van de stoep. En daar wil ik jullie heel erg enthousiast voor maken om daarover na te denken. Dat spelen eigenlijk ja, heel dicht bij huis begint. Nou, dit is ook weer dat project. Nou, dit is dit zijn projecten die heel veel Nederland ziet. En het zou echt een leuke ontwerpopgave zijn om eens te kijken hoe je nou bijvoorbeeld van die gemiddelde woningbouwprojecten, die helemaal niet echt slecht zijn, ik bedoel, er zitten vaak goede woningen in, ze staan in een keurige Phoenixwijk of in een stad. En, maar je ziet gewoon heel vaak dat er geen expressie is van de woning naar de stoep. Ze zijn eigenlijk behoorlijk gesloten. Nou, dat zie je daar ook. En dan zijn er vaak van die hele droevige tuintjes. Maar waarom is dat tuintje nou zo droevig? Dat is natuurlijk ook zo, omdat de overgang van het huis naar dat tuintje is heel gesloten. En door daarover na te denken in de vorm van nissen, veranda-achtige ruimtes, een grote expressie van die woning naar die stoep, zou je bijvoorbeeld kunnen kijken of, mocht je dat althans willen, om zo'n straat eigenlijk veel levendiger te maken. En dat is waar het me om te doen is. Dit is vlak achter het project van ons, trouwens prachtig project. Het is volgens mij van Klaus en Kaan. En daar zie je eigenlijk dat daar allemaal auto's gesitueerd zijn op de plek waar wij woonkeukens hebben gemaakt. Dat soort dingen, die gebeuren natuurlijk in heel Nederland, ook in Almere. Het idee is op het ogenblik, het is lekker goedkoop om geen stoepen meer te maken, maar de ruimte meteen te privatiseren. Waardoor je meteen je auto voor de deur kan zetten, is de gemeente ook van parkeerplaatsen af. En dat zijn fenomenen die op het ogenblik gaande zijn en waar wij ontwerpers met z'n allen over na moeten denken. Dus de stoep, daar ligt een enorme opgave voor ons, is een enorme opgave voor ons weggelegd. Nou, een van de mooiste voorbeelden van de stoep is natuurlijk gewoon de Amsterdamse stoep, waar je op allerlei manieren buiten kan zitten. En het leuke aan zo'n tussenzone is dat je hier de krant kan lezen en dan loopt er iemand langs. En die bemoeit zich niet met je, want jij bent de krant aan het lezen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een beetje zo zit te kijken van, hé, wie loopt daar langs? En dan heb je meteen contact. En dat zijn van die mooie zones. En eigenlijk proberen wij altijd varianten te maken op die Amsterdamse stoep. En te kijken hoe je die vorm van contact in je projecten kan verwerken. Nou ja, dit is dat project dat ik jullie net liet zien. Dus die grote boerderijdeuren waarmee je, hup, is heel, heel on-Nederlands. Want je moet ook altijd via een tochtportaaltje en een wc naar de woonkamer struikelen. Maar daar doen we helemaal niet aan. Bij ons val je gewoon met de deur in huis. En nou, niemand zit er hiermee in elk geval. Nou, wat we ook wel eens gemaakt hebben bij een project midden in Amsterdam zijn overhangende kappen, waar je
ook een soort verandagevoel onder krijgt. Zoals je die bij die prachtige Toraya-woningen hebt. We tekenen ook rustig dingen over, hoor. We kijken daarnaar en dan denken we, god, dat is een prachtig principe. En dan tekenen we dat gewoon net een beetje anders. Hier hebben we heel veel inspiratie aan ontleend bij dit project. En je ziet hier mensen buiten zitten. En die zitten gezellig onder die kap. En die houden kinderen ondertussen een beetje in de gaten. En dat is allemaal midden in Amsterdam. En iedereen kent elkaar. En dat is in steden op het ogenblik broodnodig. Dit is een ander project waar we mee bezig zijn. Het Dobbelmanterrein in Nijmegen. Daar zijn we een oude wasmiddelenfabriek van, ik geloof, 50.000 vierkante meter zijn we aan het verbouwen. En daar hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. Die gebouwen die hebben we gedeeltelijk behouden, opnieuw uitgekleed en weer aangekleed. En er is ook nieuwbouw. Maar we hebben eigenlijk gezegd van nou, laten we nou die hele strook, de voormalige kraanbaan van de oude fabriek, laten we daar gewoon niks doen. Zodat iedereen hem zelf gaat annexeren. En dat is ook een manier om met bewoners samen iets te maken, te ontwerpen. We hebben daar dus met, dit was een van de vergaderingen. Ik heb daar met 250 woningen, kijk, hier zie je die maquette staan. Hier zie je die plek die nu helemaal in beslag is genomen. We hebben daar met 20 bewoners intensief, maar met 250 bewoners uit de hele buurt, hebben we aan dat terrein gewerkt. En nou, het duurde best lang, maar uiteindelijk dachten we gaan hier gewoon een keer niks doen. En zij mogen dat zelf in beslag nemen. Nou, hier zie je iets van een soort enorme varianten op grote fabrieksgebouwen. En Herman Zijnstra, die heeft van Dok Architecten, die hebben wij uitgenodigd om de laagbouw te ontwerpen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel gebieden waar een enorme potentie is. Bijvoorbeeld de naoorlogse wijken, daar denkt iedereen van, heel veel mensen die daar wonen denken van het is hier niet gezellig te krijgen. Aan de andere kant, ja, mensen denken van die wijken zijn eigenlijk met de fut, daar heb je niets meer te zoeken. Toch is het zo dat die wijken een enorme potentie hebben. Dit is dan een, dit hebben wij geshopt hoor, niet dat je denkt dat dat echt is, maar die wijken hebben natuurlijk een enorme potentie, want die brede stoepen die heb je al gratis. Dus ik raad jullie allemaal aan om juist die naoorlogse wijken eens even flink onder handen te nemen, want daar heb je schitterende stoepen en die dichte plinten met bergingen, daar ligt natuurlijk ook een enorme ontwerpopgave en het is natuurlijk doodzonde om dat allemaal te slopen en nieuwbouw te zetten. Laten we gewoon, laten we kijken of we daar gewoon iets heel anders mee kunnen doen. Die mevrouw is er nog. En nou ja, dat kan natuurlijk op allerlei niveaus. Dat hoeft natuurlijk niet alleen maar met de stoep. Maar het zou ook aardig zijn als je in die westelijke tuinsteden al dat zichtgroen, dat het ook gebruiksgroen zou kunnen worden. En dat we plannen maken dat er bepaalde gebieden open blijven waar je eigenlijk zelf iets mee kan als bewoner. Dat was de stoep. Dan kom ik nu op de straat. De straat en de stad. De stad bestaat uit allerlei plekken en die plekken zijn met elkaar verbonden. En die stoep waar ik het net over had, dat was eigenlijk de schaal small. Ik onderscheid small, medium en large. En small, dat is eigenlijk de straat als dorp, die stoepen. Dit ben ik ook weer vroeger. Vroeger fietste ik overal naartoe. Ik was jong en ik mocht overal gaan en staan waar ik wilde. Nou, dat is ook niet meer zo. Dit was ik ook daar in het midden. Ik was gewoon klaar over. En er was nog een keer een auto over de teen van mijn vriendinnetje gereden. Maar dat vond toen helemaal niemand erg, want dan ging je gewoon, deed je er een verband omheen. En de volgende dag stond je daar weer. En dat is nu zo anders. Dat is echt ongelooflijk anders. Dit is mijn dochter, toen ze nog vrij jong was. En ik vond dan, ook omdat ik natuurlijk dit boek schrijf, dacht ik van ja, dat kan je toch niet je kind niet alleen naar school laten gaan op de 8e. Dus ik zei dan, nou schatje, popje, ga jij maar lekker alleen naar school. En ik wist dan precies hoe zij ging. Dat was maar 6 minuten fietsen.
En dan wist ik echt precies welke minuut zij waar was. En dan sloop ik zo achter de auto's, sloop ik zo achter haar aan om te kijken waar zij was. En dat ze dan zelf het idee had om alleen naar school te gaan. Maar dat soort hysterische oudere ouders zoals ik, die heb je dus heel veel in steden. En als het nou maar zo is dat die straten als dorp gaan leven, dan is er gewoon weer veel meer sociale controle op straat. En dan is het niet meer zo dat kinderen op hun 8e nog niet kunnen oversteken. En dat is echt heel belangrijk voor hun sociale en motorische ontwikkeling. Dat ze gewoon zelf gevaar kunnen inschatten. En zoals het nu is, houden we eigenlijk alle gevaren bij ze vandaan. Kijk, deze probeert... Oei. Gek genoeg komen kinderen tegelijkertijd veel verder dan wij vroeger kwamen. Een lang weekend Indonesië, dat is er niks bij. Die kinderen die komen overal. Dit zijn die van ons en we vliegen natuurlijk overal naartoe. En tegelijkertijd lagen ze vroeger 1 jaar in een kinderwagen en worden ze er dus nu groot in. Kijk, hij ook. Dus die backbench generation, dat is natuurlijk een fenomeen in onze steden. En daar moeten wij rekening mee houden als architecten en stedenbouwkundigen. Want de bakker op de hoek is verdwenen. We hebben grote zorgmastodonten. We hebben geclusterde winkelcentra. Alles wordt geclusterd op het ogenblik. Brede scholen. En al het leven gaat van de straat. En bakkers op de hoek die kunnen nauwelijks meer functioneren naast een Albert Heijn, want die hebben meestal een monopolie waardoor ze er niet mogen zijn. Het is toch jammer dat die winkeltjes er niet zijn. Laten we bestemmingsplannen maken waar je op een anarchistische manier mag bedenken of er een bedrijf of een woning is. Het is echt heel belangrijk en het is steeds minder zo. En daarom is ook die vitaliteit van die straten is heel belangrijk. Dit is een van de meest prachtige speelplaatsjes van Aldo van Eyck. En het leuke hieraan is dat altijd iedereen bij elkaar zat. Je had niet zoals nu allemaal aparte groepen in de stad. Je had, het was gemengd en je had er zo'n 700 in Amsterdam. En wat ik nou zo leuk vind is, dan zitten hier ouderen en niks generatiekloof. Iedereen zat gewoon bij elkaar. En wat je nu ziet is dit. Kijk, de jongeren die zitten gewoon hier, namelijk om precies te zijn van 8 tot 12. Daar is ook niet een leuke tribune bij, zodat daar meisjes nog rond kunnen hangen of iets in die richting. Nee, dat is er allemaal niet. En je zou voor het ook kunnen zeggen dat je in plaats van één zo'n basketbalkooi in die ruimte, kan je 5 pannaveldjes kwijt naast elkaar. Dan kunnen er 5 groepen naast elkaar spelen. En dan kunnen meisjes, jongens, allerlei andere groepen die kunnen naast elkaar spelen. En dit is behoorlijk eendimensionaal. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je weer die gemengdheid van vroeger, die verschillende plekken naast elkaar, die zijn heel belangrijk voor een stad, die hybride plekken. En dit is een vrij oud project van ons, de Keizerstraat in Amsterdam. Daar hebben we in navolging van Rem Koolhaas, waar ik ook nog een tijd gewerkt heb, stage gelopen, een rail gemaakt met netten eraan. Dus die netten die kan je openschuiven. Dus hier wordt overdag door kinderen gespeeld. Maar die netten kan je dus openschuiven, kan je hele andere dingen doen. Bijvoorbeeld manifestaties. Daarachter zie je de rollatorraces voor bejaarden. Die vinden daar plaats. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want die ouderen die worden steeds jonger en fitter. En daar moeten we rekening mee houden in steden. En die zitten niet meer achter de geraniums. Dus daar kan je ook, bij dat soort ruimtes, zijn die daar natuurlijk ook welkom. En 's avonds gebeurt er dit. Dan zijn er weer andere groepen. En dat allemaal door elkaar en naast elkaar. En net zoals de stoep zijn die pleinen dus ongelooflijk belangrijk. En ook het feit dat het een soort hybride plekken zijn. Nou, dan kom ik al een beetje bij het eind van mijn verhaal. Dat gaat over het schoolplein. Het schoolplein is natuurlijk een van die knopen in die netwerken, een van die pleinen. En bij het schoolplein is ook heel erg veel veranderd. Om te beginnen hebben we op het ogenblik brede scholen. En dit is een van onze scholen, de Matrix in Hardenberg. School met grote kunststof gevelelementen. En het zijn brede scholen. En er zijn 3 scholen en allerlei functies, fysiotherapeuten. Dus dat zijn enorme gevaartes.
En die vragen natuurlijk ook een heel ander schoolplein. Dat zijn schoolpleinen waar mensen naar binnen komen en waar je kan basketballen en waar je containers aan de kant kan schuiven, zoals vroeger bij Van Klingeren, waar binnen naar buiten doorloopt en buiten naar binnen. Dat soort schoolpleinen en scholen zijn dat. Dit is een school in Den Haag. Daar zie je ook de relatie tussen binnen en buiten met een hart. En in de Schilderswijk. En je trekt eigenlijk letterlijk die buitenruimte naar binnen. Dat is heel anders dan een tijd geleden. Enorm belangrijk ook om die ouders de school in te halen. Want daar begint het allemaal mee. Dus begin altijd met een feest voor de ouders. Als je een school bouwt. En je haalt die ouders binnen en je hebt die ouders erbij. Dat is natuurlijk geweldig voor zo'n school. Heel belangrijk. Dus die scholen, die hebben eigenlijk een beetje de rol van de kerk overgenomen. Vroeger was de kerk, hier zijn trouwens nog best veel kerken. Want ik dacht van nou, een kerk, ik zie er meteen één, maar ik zag er wel vijf. Dus het duurde nog wel even voordat ik hier aangekomen was. Dus die brede scholen, die springen eigenlijk in dat gat van die kerken. En dat worden een soort sociale bolwerken. Een soort ruimtes waar ook een schoolplein bij hoort. Wat ook gaat over verschillende groepen die daar misschien wel na schooltijd kunnen zijn. Hybride plekken. Er liggen duizenden hectares schoolplein in Nederland met een hek ervoor, die door niemand gebruikt worden. Dus daar is een enorme ontwerpopgave hebben we te pakken. Hoe krijgen we die schoolpleinen nou openbaar? Je kan allerlei dingen bedenken. Je kan mensen de sleutel geven. Dat hebben wij wel eens gedaan, zodat ze ze weer afsluiten. Dat heeft erg met beheer te maken. Maar waarom denken we niet aan het brede schoolplein? Bijvoorbeeld een speeltuinvereniging erbij of andere functies. Dat zou een interessante combinatie kunnen opleveren. Nou, dit was mijn eigen school vroeger. Daar werd je helemaal niet zo naar binnen gezogen. Daar had je gewoon zo'n vlakte met betontegels. En daar deden wij dan iets met krijtjes. En dan waren we helemaal gelukkig en af en toe nog een dansje. En dat was het zo'n beetje. Maar dat is nu anders. En nu is het zo dat wij helemaal niet meer met rioolbuizen mogen spelen. Kinderen niet. Dat is op Eiburg. Maar in plaats daarvan worden ze wel in geciviliseerde vorm teruggebracht. Dit is bijvoorbeeld waar het daar niet mag, mag het hier dus weer wel. En dat zie je natuurlijk ook in een autovrak. Wat is er leuker dan een autovrak op een schoolplein? Dat mag dus ook niet. En dan worden ze helemaal doorgedesigned en helemaal valbestendig gemaakt met rubbertegels en rubberbanden. Ik vind het echt verschrikkelijk, die dingen. En toch staat ons hele land er vol mee inmiddels. Ik geloof trouwens dat kinderen het wel leuk vinden, hoor, dus waar heb ik het over? Maar we krijgen een soort nijntjecultuur met die backbench generation. En de vraag is of we dat wel willen als we zometeen allerlei volwassenen hebben die het leven nauwelijks meer aankunnen en niet meer zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. Dit soort geweldige speelplekken, die zouden er meer moeten zijn. En die brede schoolpleinen, die zijn natuurlijk ook, wat ik net al zei, trefpunten voor ouders. Dat is ook een functie van zo'n basisschool. Dus er zijn allerlei ontwerpers die geweldige dingen ontwerpen, zodat je er kan verblijven, elkaar kan ontmoeten, droog kan zitten. Het is echt een prachtig project van Ineke Hans. En het is belangrijk dat die ouders elkaar tegenkomen. Dit is een schoolplein van ons wat we met Wim Poppinga ontworpen hebben. Die heeft daar een soort enorme bank en een golvend asfaltterrein gemaakt. Dat is in Wateringse Veld in Den Haag. En dit is weer mijn dochter. En die had dus op die basisschool had ze een Marokkaanse vriendin, een Engelse vriendin, een Franse vriendin en nog een Marokkaanse vriendin. Wij kwamen dus bij mensen, daar vierden wij de Ramadan, bij kinderen uit haar klas. Dit ben ik en dit is mijn dochter. En dat gebeurt dus op de basisschool. Dus die basisschool is een hele belangrijke plek om elkaar tegen te komen. Dus die moeten wij ook als zodanig ontwerpen. En dat is dus echt een opgave, dat brede schoolplein. Dit is een breed schoolplein in Huizen, waarbij we het schoolplein voor 8 scholen met een stadsparkje hebben gecombineerd. Het is nog in wording.
Ja, dus die sport- en speelnetwerken die geven eigenlijk een enorme vitaliteit aan de stad. En in die zin is het ook heel belangrijk dat zo'n gebouw daar in meedoet. Dus onze gebouwen zijn allemaal opklimbaar en die zijn zodanig dat de jeugd enorm beweegt. Dat heeft ook natuurlijk weer te maken met het feit dat de jeugd steeds dikker wordt. Het zijn golvende asfaltvlaktes. Het zijn tribunes waar je op kan klimmen. Je kan het hele gebouw opklimmen. Bovenop zijn de schooltuinen. Ondertussen kan je weer van binnenuit onder die tribune kijken waar de fietsen zijn. En die gebouwen die houden nooit op en die kijken over de stad heen. En nou, die zijn een soort iconen waar vroeger de kerken dat waren. Dit is die school in Den Haag, die heeft dat ook weer. Daar kijk je ook over de hele stad heen. En dat is in de Matrix in Hardenberg, werkt dat eigenlijk ook zo. En tegelijkertijd zijn het een soort optelsom van landjes. Allerlei verschillende plekken. Schooltuin op het dak, zei ik net al. Verschillende plekken waar kinderen dus onvindbaar kunnen zijn. En een soort boogie-woogie van verschillende ruimtes. En het is heel belangrijk om het over geld te hebben. Want dat geld, daar moeten we ons niks van aantrekken. Want dat is namelijk het systeem van de ijsberg. Dit zijn de bouwkosten. En je ziet dat altijd het grootste gedeelte zit onder water van die ijsberg. Nou, als je nou voor het even kijkt, dat blauwe, dat zijn de personeelskosten. En dit zijn dus de bouwkosten. Dus we moeten wat dat betreft ook op de barricades. En dit soort dingen moeten we zichtbaar maken. Want die bouwkosten zijn dus maar een heel klein stukje van het onderhoud en het beheer en wat er later gebeurt. Dus dat zijn echt dingen waar wij ons als architecten en ontwerpers sterk voor moeten maken. Nou, dan kom ik bij het eind van mijn betoog. De stoep. De schaal Smol, waar ik het net over had. De straat als onderdeel van die netwerken. Die gevarencultuur die je daar eigenlijk mee probeert te pareren. Een dynamische straatbeeld. En de schaal Large, daar heb ik het vandaag niet over gehad. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de grote stadparken en zeilen op een rivier in de stad en dat soort zaken. En dan het schoolplein. De weg van school naar huis. En heel veel daarvan staat in dit boek. Plus nog een heleboel andere dingen. En nou, dit is een van de manieren waarmee ik mijzelf probeer te inspireren. Om op klein stedenbouwkundig niveau mijn werk te doen. Bedankt voor jullie aandacht. En ik...